Het is. Eén maart. De meteorologische lente is begonnen. We hebben zelfs even de zon gezien. De herfst is afgelopen. De winter hebben we overgeslagen. Februari heeft het alsmaar geregend. En onze ooievaars zijn niet weg geweest. Ze zijn iedere week in elk geval op zijn minst 2-3 keer geweest. Eén weekje zijn ze niet op het nest geweest. Toen dachten we van ze zijn misschien toch vertrokken. Maar de laatste weken eigenlijk, heel de maand februari, dat het alsmaar geregend heeft, hebben ze op het nest gezeten, gestaan, gerust. Nijlganzen zaten er ook soms. En ik spreek altijd tegen ze, ik praat tegen ze als ik onder de boom sta. En ze luisteren dan ook, althans zo lijkt het mij. En als we een rondje lopen, komen we ze nogal eens tegen in de Vroukesvaartse straat. Daar is ons nieuwe Natura 2000 gebied. En daar lopen ze vaak te eten, te fourageren. En dan roep ik ze. Van hallo ooievaar. En dat roep ik ook als ik onder de boom sta. En meestal houdt hij dan zijn kop schuin. Of zij. En dan doen ze alsof ze me herkennen. Maar voorlopig is het een prachtige dag vandaag. Want we hebben al even de zon gezien. En binnenkort krijgen we weer een liefdesverhaal. Hopelijk met uitvliegende jongen na een week of 10 op het nest gezeten te hebben. Maar eerst moeten ze nog een keertje paren en broeden. Tot zover voorlopig. Ze hebben het wel naar de zin, hè? Ik zou daar niet graag boven zitten, eerlijk gezegd. Koud hoor. Het is donderdag 14 maart. We zijn een week weg geweest. En sinds we thuis zijn, terug zijn, heeft het alsmaar geregend. En vandaag is het een zonnige dag. En er wordt verschrikkelijk veel geklepperd, want er zijn kapers op de kust. Er vliegt al de hele dag vliegen de twee andere ooievaars. Ik denk een paar. En die zijn op zoek naar een goede huisvesting. En die denken ze hier te vinden, maar onze ooievaars laten zich natuurlijk niet verjagen. Die verzetten zich met hand en snavel. Er wordt weer geklepperd en daar komt, ja, daar komt wel zijn maat. Of haar maat. Als er anderen overvliegen, klepperen ze ook. Zo van, hoep, hier, dit is van ons. Het is dinsdag 2 april, de dag na Tweede Paasdag. Het is niet erg spannend in en om het nest. Heel af en toe komen er vreemde vogels langs, maar die worden weggeklepperd. Ze zitten al een dag of 10 heel veel op het nest. Dus ik denk dat ze de 1 of de 22e het eerste ei gelegd heeft. En dat we zo rond 24 april jongen zullen krijgen. Maar tegen die tijd gaan we een keer met een camera omhoog. Nu is het heel rustig. Af en toe komt meneer met iets om het nest een beetje te
fatsoeneren of nog mooier of nog zachter te maken. Maar over het algemeen is het erg rustig boven aan het front.